natuurlijk een beetje het einde van het verkiezingscircus. Nu begint een heel lang proces waar wij ook met gedetailleerde aandacht gaan volgen. We hebben nog 2 dagen samen. Ik ga jou zo missen als dit voorbij is. Je zei net tegen mij, het is eigenlijk 2 dagen te lang. Lief niet! Nee, ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik denk dat ik het ook namens jou kan zeker, zeggen. Zeker. En een belangrijk component daarin is het publiek hier. Want wij werken normaal gesproken in een studiotje. Wat een soort aquarium is zonder water en zonder vissen. Niet leuk. En hier is warmte, gezelligheid, sfeer. En vooral jullie maken dat. Want alles wat jullie voelen en denken, dat komt aan bij de tafel, bij onze gasten. En bij ons. Dus weet dat wij jullie dankbaar zijn dat jullie hier op een schoolavond bij ons hier zijn. 2 minuten. Ik hou mijn mond hier op. Dank jullie wel! De wedstrijd is voorbij, dat heeft u natuurlijk ook wel, dat gevoel u misschien ook een beetje. Dus we gaan een beetje napraten, dat doen we hier. Er is geen tijd om die chips op te eten en die sausjes, dus dat staat er alleen maar voor de vorm. Maar we gaan praten met mensen die allemaal op de een of andere manier nog wel iets te zeggen hebben over hoe nu verder. We gaan praten met een man die zo opgelucht is dat het goed is gegaan met de peilingen, want anders dan was je nu met pek en veren het land uitgedragen. Gijs Rademaker. En ons een beetje guiden, Joost Vullings. We gaan praten met de man die altijd al wist hoe het land verdeeld was, Kim Putters. En we hebben een winnaar aan tafel, of eigenlijk 2, want ze komen ook met z'n tweeën. Maar de eerste die ik voorstel is Thierry Baudet. Met een man die weet hoe het is om straks partijen bij elkaar te brengen en een kabinet te vormen. En die ook weet hoe het is om te winnen en ook weet hoe het is om te verliezen.